Bal komt over rechts en dan Van der Linden loopt door en met een schitterende tip in scoort hij de 2-0. Floris, het is nu bijna een maand nadat je geblesseerd uitviel in de wedstrijd tegen HDM. Hoe is het met je? Ja, nu vooralsnog goed. In het begin is het natuurlijk erg balen. Maar na 3 weken opgetraind te hebben gaat het eigenlijk verrassend goed. Alleen volgende week komt de operatie en dat is dan wel echt dat wordt het zwaarste moment. Ja, wat ze vertellen zijn, hoe staat je knie ervoor? Wat is de conclusie geweest nadat je eigenlijk die woensdag na HDM in het ziekenhuis bent geweest? Voorste kruisband afgescheurd. En daar staat 6 tot 9 maanden voor na de operatie. Dus dat is eigenlijk een van de zwaarste blessures die ik kan hebben. Hoe was dat bericht voor jou toen jij hoorde van het is inderdaad een afgescheurde kruisband? Aan eerste instantie best verbaasd. Aangezien ik nog best wel goed kon lopen na de wedstrijd. En ik had geen echte onwijze pijn. Maar daarna ook wel balen. Wat gaat het betekenen voor het seizoen en eigenlijk einde seizoen? Ja, einde seizoen. En je zegt al 6 tot 9 maanden staat er voor zo'n blessure. Als je die maanden dan doortelt, einde seizoen. Ja, je zou het kunnen halen. Of hoe kijk jij daarnaar? Na 10 oktober heb ik mijn operatie. Dat zou 10 maart zou dan ongeveer, of volgens mij 10 april, is dan 6 maanden later. 6 maanden is relatief vrij snel. 9 maanden zou dan in juni zijn, einde seizoen. Dus hoe ik tegenaan kijk, ik speel geen wedstrijden meer en wat ik nog kan spelen is mooi meegenomen, maar daar ga ik niet vanuit. Volgende week die operatie. Nu zien we jou al heel actief in de sportschool hier in Amsterdam. Je mag dus al volledig aan je herstel werken. Ja, zeker. Mensen kunnen ook zonder kruisband leven. Alleen op topsportbedrijven, dat werkt niet. Dus wat ik ga doen is mijn benen zo sterk mogelijk maken, zodat ik zo sterk mogelijk de operatie in ga. Want na de operatie verlies je 40-50% van je spiermassa. Dus hoe sterker ik nu ben, hoe minder spier ik, of althans hoe meer spier ik zou overhouden. En nu is het gewoon rammen tot ik onder het mes ga. Hoe kijk jij vooruit naar die periode na de operatie? Dan is het een periode van niks doen, hè? Krukken. Ja, 4 tot 6 weken op krukken lopen. En dan vanaf week 7 tot 12 weer leren lopen. En vanaf week 12 echt wel met de loopscholing beginnen. Dat wordt gewoon een taaie periode. Waarom? Want dat is de eenzaamste periode die je alleen moet doen. Nu heb ik heel veel steun van vrienden, van familie. Alleen dan is het gewoon in je eentje revalideren. Ja, ik begreep al, hè? Je mikt er misschien wel op om samen te gaan revalideren, hè? Ja, nee. Pieter Sitorius heeft de tweede wedstrijd zijn kruisband gescheurd. Ik heb al contact met hem gehad. Het is misschien wel fijn om dat met z'n tweeën te doen, want in een team is het gewoon leuker dan het alleen te doen. In 2013 raakte jij geblesseerd aan je rechterknie, toen de blessure aan je meniscus. Lag je er 4 maanden uit. Neem je iets van die ervaring dan mee in een blessure die je nu hebt? Ja, je staat er alleen voor en je moet het gewoon elke dag zelf gaan doen. Discipline bewaren, elke dag opstaan met het gevoel, ik ga mijn knie beter maken. Dus daar heb ik wel heel veel van geleerd. Dus ik weet wat een beetje te verwachten staat. Alleen is dit 6 tot 9 maanden. Het zal net wat langer zijn, net wat taaier en het duurt gewoon net een heel seizoen. Laatste vraag, waar ga je op focussen tijdens de revalidatie? Is het al zo snel mogelijk terugkeren? Of wil je gewoon de sterkste Floris van der Linden op het veld laten terugkeren? Nou, ik denk de sterkste en op de meest veiligste manier. Dus als ik, kijk, snelheid, liefst wil ik zo snel mogelijk weer staan. Maar als dat ten koste gaat van mijn knie, dan doe ik het uiteraard niet. Dus liever zo sterk en veilig mogelijk dan snel en kort.